Randje Buitenspel, de podcast. Nee, als je kijkt naar Koeman, Koeman doet gewoon... Kijk Koeman hoe die oranje achterlaat en dan komt de boer. Oh, ik was zo blij dat de competitie weer was begonnen. Want ik had echt gewoon zoiets van... Holy fuck. Holy fuck, moeten we echt... Voor de duidelijkheid, ik ben Frank de Boer nog eeuwig dankbaar voor... Ik denk wel de mooiste zondag die ik ooit beleefd heb. Gewoon live, die zondag dat hij daar in de bus zat te mokken. Dat, sorry, thanks, Wilco, Rob. Maar dat is nog steeds... daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor. Want dat plaatje van hem in die bus waar ze aan de achterkant die sticker af stond te krassen... Daar ga ik gewoon, al morgen 120, dat beeld raak ik nooit meer kwijt. Dus ik heb wel een soort zwak voor Frank de Boer daarom. Maar voetbaltechnisch is het een hark natuurlijk. Maar het mooie is dat... Het leuke is dat met zijn kop, denk je ook gewoon van... Maar wat denk je dan? Zijn wenkbrauw is er altijd zo. Maar als hij dus niet tevreden is over de wedstrijd, dan is hij... Hij is... Nou, hij is gewoon kut. Maar als het heel erg goed is, dan is hij is wel goed. Dus je weet nooit wat hij nou eigenlijk precies voelt. Ja, het mooie is, die blik die hij had in die bus, die heeft hij ook als hij zit te schijten of bij de bakker staat. Of klaarkomt. Het is gewoon... Ik heb hem weer in het kruis geschoten. Misschien is het eruit. Nee, maar ik, ja, poeh. Daar moeten we wel mee naar het EK, jongens. Dat is. ik weet het niet, hoor. Dat, ik heb nog de goede hoop dat ze hem alsnog vervangen voor die tijd. Dat is een soort Peter Bos er nog even deur in schuiven. Ja, echt. Want het, nou ja. Maar iedereen wist dit toch? Ja, dit wist je van tevoren, toch? Babel! Serieus? Kom op! En dan moet je kijken hoe Wout Weghorst het daar doet in Duitsland. Hey, Babel doet het heel leuk voor de jongere spelers, want hij heeft gekleurd haar en hij heeft in de pauze de clowns act. Ja, hij is leuk voor in de kleding. Ballonnenvouwen in de pauze. Dan pakt hij die handschoentjes van de verzorging zo... Nee, maar het is ook niet... Ryan, waar is je neus? Waar is je neus? Wat zit er nou achter je oor? Oh, een nieuw contract. Hey, Almere City! Nee, maar ik snap de keuze dat Weghorst er niet bij zit op zich. Als je daar een hele goede andere spits tegenover stelt, dan snap ik wel dat je iemand kiest die misschien beter in de... Maar toch niet als de keuze gaat tussen iemand als Babel en Luc de Jong en Wout Weghorst. Dan pak je echt degene die in vorm is. Altijd. Ja, maar ook degene die daarin... Ja. Gaat ook niet over de hele wedstrijd. Maar als je hebt over dat iemand dat laatste kwartier erbij komt... Kijk, Wout Weghorst is niet de technisch beste speler. Maar die gaat altijd vol gas als die 5-0 achter staat nog. En het is af en toe zo'n sielepiet in het veld die overal zagrijnig van wordt, maar... Op dat moment kun je het wel eens gebruiken. Ik vind dat, ik hou ervan. Dan zou je juist verwachten dat Frank de Boer het wel met hem kan vinden. Ja. Nee, maar het is, Maar de keuze was eigenlijk tussen Luc de Jong en Wout Weghorst. Ja, Babel is een zekerheidje. Ja, nee, dat is een zekerheidje, die staat als eerste op het formulier. Babel is de Rosario en Sangaré van het Nederlands elftal. Die staan er gewoon per definitie op. Maar het werkt gewoon nooit. Nou, ja, ik vind het zo'n sukkel. Babel. Het is niet een sympathieke jongen of nee, zo. Nee, ik vind hem wel aardig. Maar, maar dat is niet de basis waarop je mensen selecteert, weet je wel. Dat zou Major Boshart 700 in het land hebben gespeeld, weet je wel.